Hallo, dit is NL Lifestyle. Ik heb nu een speciale gast uit 010, Jerry Nette van Look for Detail. En ze heeft haar eigen label en dat is het label Dresscode 010. Klopt, nou, helemaal. Jenny, volgens mij heb je wat voor me meegenomen. Gelijk to the point. To the point. Ja, ik heb een flirt meegenomen. Een flirt. Ja. En die kan je op 12 verschillende manieren dragen. Klinkt goed, hè? En dat is geen poncho, het is geen sjaal, het is geen omslagdoek, maar een flirt. Dus je kan er echt mee flirten. Het zijn twee armsgaten die erin zitten. En je hebt twee laagjes van de stof. Hop. Dus als je hem aantrekt, trek je hem altijd aan als een jas. Mag ik? Ja, je mag. Dit is het simpelste van het simpelste. Dus als je hem aantrekt, ben je lekker warm. Dus vrouwen hebben altijd een probleem. Tenminste, ik heb het altijd koud. Dus ik neem aan dat iedereen het koud heeft. Ziet als een kans. Maar wil je hem aantrekken, pak je hem altijd aan de binnenkant van je stof. Omhoog, naar je schouder, die naar beneden. En hier zet je hem met een speld vast. Alles wat ik ook vertel en laat zien, staat ook netjes op de website beschreven in een filmpje. Dus je kan alles visualiseren. Geweldig. Ja. Volgens mij kun je er nog meer mee doen, hè? Ja, ook. Je kan maximaal 12 manieren kan dragen. Oh, ja, cool. Je kan verschillende modellen maken. Deze punt, als je die onderdraagt en je doet je kraag naar beneden, dan krijg je een Audrey Hepburn look. Ah, en alles is aansluitend te maken. Dus als hij te wijd loopt naar beneden, pak je hem op naar boven en dan sluit alles weer aan. En als het niet netjes zit, dan doe je met je handen gewoon. Je kan er zwanger in worden, zeg maar. Ja, dat kan. Ja, je kan ook, als je kleinkinderen, of nee, niet met je kleinkinderen, maar als je kinderen zou hebben, ja. Dan kan je ook bijvoorbeeld borstvoeding geven. Oh, meestal, super. Als de dames borstvoeding geven, moeten ze uit het restaurant. Het mag niet meer wegens hygiëne. Dus je kan ook gewoon je kindje gewoon lekker bij je houden. Dat is een oplossing. Ja, dat is een oplossing. Maar ook als het stormt en je hebt geen capuchon of hoodie bij je, dan pak je deze op en dan kan je hem gewoon als capuchon kan hem dragen. Maar het allerleukste van het product is... Ja, rood kapje. Rood kapje. Waar gaat u naartoe? Wanneer je hem zo aan hebt, kan je hem ook bijvoorbeeld je jasje eroverheen aan. Want normaal als je een dikke trui aan hebt, je hebt een kopbertje, een spijkerjasje aan, kan je nooit een dikke trui aan. Nee. Dan loop je als een Michelin poppetje in je jas. En dan krijg je van die oksel, rauwe oksels. En dan kom je thuis en dan denk je, oh mijn god, wat heb ik gedaan? Nou, je kan hem ook gewoon lekker als een kooltruikraag dragen. Ja. Dan wil je hem nou een jas met zonder mouwen. Oh, wacht even. Ja. En dan zegt iedereen altijd, dat kan niet. Dat kan niet. Nou, computers bestonden vroeger ook niet. Kan ook niet. De goede kant van de stof, daar doe je je armen doorheen. Einde van de stof pak je vast. Let op, hè, want ik ben net Hans Klok. Die trek je door je armsgaten. 1, 2, hoppakee. Dus als je nou in de zomer geen jas bij je hebt en je hebt een jurkje met spaghettibandjes aan, bijvoorbeeld, dan kan je er een jas met zonder mouwen van maken. Een jas met zonder mouwen? Ja, nou, dus nu kan je hem aantrekken. Ja. Oeps. Oeps, sorry. Sloop gelijk heel de studio. Ja. Als je omdraait. Het eerste waar je altijd over na moet denken, is je mouwen eerst maken. Waarom? Want als je alles eerst modelleert en je gaat dan aan je mouwen, trek je alles weer anders. Dus altijd eerst je mouwen goed doen voordat je verder gaat. Nou, en je kan hem vastzetten met speld die je er cadeau bij krijgt. Nou, wat cool! En wil je hem andersom dragen, dan krijg je lange mouwen. Ik kan het straks na de uitzending nog een keer uitleggen. Ja hoor. Ik heb een filmpje op de website staan dat je alles terug kan kijken. Hoe je hem kan dragen. Cool. En doe dat niet 's morgens vroeg. Doe dat eerst einde van de dag. 'S avonds. Neem lekker een drankje erbij. Of een kopje thee met mint. Mag ook. Goed, en als je je partner in de war wil brengen, doe je lingerie eronder aan. Oké. En you can leave your head on. Dus... Prachtige afsluiting. Dankjewel Jenny. Graag gedaan. Graag nog tot de volgende keer. Ah, cool man. Oh. Ja.